Team Ninja maakt zijn eerste stapjes in het open wereld genre met Rise of the Ronin. De game ligt vanaf morgen in de winkel en wij hebben er een uurtje of 50 mee gestoeid. Slaagt Team Ninja voor zijn eerste open wereld examen of gaat het hopeloos ten onder aan zijn eigen ambities? Dat zie je in deze review. Without hesitation. Without remorse. If the drum drives the rhythm, then the river directs the flow. Met veel eisende actie-RPG's als Nioh en Wolong op zijn cv, weet Team Ninja als geen ander hoe je een moddervette combat-ervaring neerzet. Rise of the Ronin is dan ook geen uitzondering, al maakt de studio het net iets simpeler ten opzichte van zijn vorige games. Niet alleen heeft Rise of the Ronin 3 verschillende moeilijkheidsgraden en zelfs 4 als je de game uitspeelt, het combat systeem is ook versimpeld. Dat zit zo. Nioh en Wolong hebben aparte knoppen voor normale en zware aanvallen, waardoor je ingewikkelde combo's kunt uitvoeren. Rise of the Ronin haalt de knop voor een zware aanval helemaal weg. Je gebruikt vierkantje voor een normale aanval en houdt deze ingedrukt voor een aanval die uniek is voor jouw battle stance. Daarover later meer. Voor doorgewinterde Team Ninja fans ongetwijfeld een teleurstelling, maar wij kunnen er prima mee leven. De rest van het vechtsysteem is namelijk net zo gepolijst en strak als Team Ninja's vorige games. De parries zijn zeer precies, de besturing is lekker strak, combo's zien er heerlijk flashy uit en de battle stances geven de combat lekker veel diepgang. Op de moeilijkste stand die je vanaf de start kunt kiezen, Twilight, word je meedogenloos afgestraft als je geen rekening houdt met de vechtmechanics en als je vijanden niet analyseert. Om gevechten iets meer behapbaar te maken is er ook een uitgebreide stealth mechanic, die overduidelijk is geleend van Assassin's Creed. Je verstopt je in bosjes of blijft uit het zicht, door bijvoorbeeld vanaf een dak vanuit de lucht een verrassingsaanval uit te voeren. Ook kun je natuurlijk van een afstand met boog, geweer of shuriken aanvallen. Naarmate je personage upgrade kun je zwakkere vijanden die dichter bij elkaar staan achter elkaar vermoorden. Voorwaarde is wel dat je snel genoeg handelt, want je hebt maar korte tijd. Over upgrades gesproken, het systeem dat Rise of the Ronin biedt is iets minder gebaseerd op alleen punten in een van de 4 stats. Strength, Dexterity, Charm en Intellect. Er zijn nu ook nieuwe skills en dialoogopties te unlocken. Zo kun je charm en intellect gebruiken om te bluffen of te overtuigen in gesprekken. Strength komt goed van pas als je mensen wilt intimideren. Speel je de game uit, dan komt er nog een 5e upgrade tree bij die je nodig hebt wanneer je de endgame content met nieuwe moeilijkheidsgraad, combat uitdagingen en verborgen eindbazen te lijf wilt gaan. En wil je als een echte samurai iedere kop van zijn romp scheiden? Want ja, Rise of the Ronin heeft lekkere brute dismemberment effecten, dan moet je begrijpen wat de battle stances precies doen. Je hebt er 3 die op een steenpapier schaarachtige manier goed, normaal en slecht tegen elkaar werken. Je wilt dus altijd de stance gebruiken die effectief is tegen die van je tegenstanders. Door R1 en de rechter stick te gebruiken kun je tijdens het vechten naadloos wisselen tussen de stances en dat moet ook, want vijanden doen het ook. Multitasken is dus belangrijk, ook in deze Team Ninja game. Een meeslepend verhaal vertellen is nooit Team Ninja's sterke punt geweest en Rise of the Ronin is geen uitzondering. Je beleeft een stukje bijzondere Japanse geschiedenis, genaamd de Bakumatsu-periode. Dit zijn de laatste jaren waarin Japan werd geregeerd door een shogun, terwijl de Amerikanen en de Britten graag handel wilden drijven met het land. Je bent een ronin, een samurai zonder meester, en moet balanceren tussen de verschillende clans en facties die allemaal hun eigen visie hebben voor de toekomst van Japan, met of zonder shogun aan het roer. En als je net zoals wij aan het genieten bent van de serie Shogun op Disney+, of überhaupt al geïnteresseerd bent in het verleden van Japan, dan is het verhaal van Rise of the Ronin heel interessant. Geef je echter geen ene reet om de historie achter het verhaal, dan is dit deel aanzienlijk minder interessant en natuurlijk jammer. How many mountains must you move to alter the river below? Je ontmoet allerlei legendarische samurai en machthebbers, leert meer over hun denkbeelden en neemt deel aan een reeks iconische veldslagen. Tussendoor maak je keuzes en smeet je vriendschappen met de talloze personages die je tegenkomt. Dat laatste is bovendien belangrijk als je alle verschillende variaties op de 3 battle stances wilt ontdekken. Dat zijn er nogal wat. Om precies te zijn, 8 categorieën wapens met elk een stuk of 5 vechtstijlen die ook weer unieke moves en combo's hebben. Naarmate je personages beter leert kennen, krijg je ook toegang tot de vechtstijlen die zij gebruiken.
Goede vriendjes worden doe je natuurlijk door lekker veel samen te doen. Dus train, vecht en klets vooral met je matties die jouw favoriete wapens gebruiken om meer moves te leren. Uiteraard zijn er ook vijanden wiens vechtstijlen je kunt gebruiken als je ze verslaat. Dit alles gebeurt in 3 open werelden die je krijgt volgeschoteld naarmate het verhaal vordert. Ze zijn verdeeld in verschillende regio's en zijn dus niet naadloos aan elkaar verbonden, zoals bijvoorbeeld in Elden Ring, Ghost of Tsushima of Assassin's Creed. Ben je eenmaal in een wereld, dan kun je natuurlijk wel van het ene uiterste punt van de kaart naar het andere reizen. Dat doe je te paard, met je glider, ook allebei upgradebaar, of door je grijphaak, die erg doet denken aan die uit Sekiro Shadows Die Twice. Op je paard kun je gewoon aanvallen met hand- en afstandswapens. Wil je dit goed onder de knie krijgen, dan biedt de wereld trainingsmissies om te oefenen. Hetzelfde geldt uiteraard voor zwaardvechten en schieten terwijl je niet aan het galopperen bent. Je ontdekt de landkaart niet door alleen torentjes te beklimmen en te zinken. Hallo Assassin's Creed, maar door gewoon dingen te doen. Hoe meer je onderneemt in een regio, het bevrijden van bezette dorpjes, het ontdekken van belangrijke gebouwen en het vinden van schattige katjes of het beleven van willekeurige gebeurtenissen, groeit jouw band met het gebied en krijg je steeds meer icoontjes te zien op de map. Dit voelt misschien wat ouderwets aan, maar weet wel dat je stevast wordt beloond met nuttige wapens en uitrusting. En dat is een goede motivatie om te blijven verkennen, zoeken en vechten, toch? Bij de presentatie van de open wereld komt wederom een zwakke punt van Team Ninja naar voren. Graphics. Reken dus niet op geweldige belichting of gelikte character models voor bijna elke NPC zoals in Ghost of Tsushima of Horizon, maar het gaat ook te ver om te zeggen dat de wereld van Rise of the Ronin lelijk is. Vooral vanaf de tweede open wereld komen er mooie vergezichten en landmarks voorbij die het zeker even waard zijn om vast te leggen in de uitgebreide fotomodus die Team Ninja gemaakt heeft. Maar zoals altijd het geval bij deze makers, graphics zijn wel het laatste waarover je zorgen maakt. De combat en de performance, die moeten goed zijn. Maar we moeten er toch nog even bij stilstaan. Hoe draait de game in zijn 3 grafische modi? We hebben de meeste tijd doorgebracht in performance modus en alle bullshit opties zoals motion blur, lens flares en zo uit te zetten. Toch zijn er op veel plekken serieuze frame drops, vooral in steden zoals Yokohama, Edo en Kyoto die wat dichter bevolkt zijn. Het is lastig om met het blote oog te zien wat de framerate is, maar op sommige momenten merk je duidelijk dat de framerate inkakt. En als je hier gevoelig voor bent, dan gaat dit je sowieso storen. Dus, gooit Team Ninja met Rise of the Ronin een regelrechte shuriken in de roos? Nee, maar ze zijn er wel in geslaagd om een degelijke open spelwereld te maken die volledig aansluit bij de identiteit van de studio. De wereld staat in dienst van de bloedstollende combat die bij de studio hoort, al is het met het iets wat versimpelde combat systeem en de toegevoegde moeilijkheidsgraden nu ook aantrekkelijk voor shinobis. En daarom geven wij Rise of the Ronin een 87. As the smoke rises, so shall we. Vond je dit een leuke video? Geef ons dan een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal als je meer van onze video's wilt zien. En laat ook even een comment achter over wat jij van deze game vindt.